Ik ben Dries en samen met Rinke maak ik de podcast Gangmaker. In augustus daagde Rinke mij uit om mee te doen aan het BK EK Gravel in Oud-Heverlee. Sindsdien ben ik met Canyon en Forward Coaching aan de slag gegaan om in slechts 7 weken klaar te staan voor dit BK Gravel. Mijn doel was eenvoudig. Kan ik koers maken op het BK Gravel? Dit is wat er gebeurde. Is het zover? Morgen is het BK Gravel. Ik moet vandaag nog een allerlaatste training doen. Een kleine wedstrijd prep. Nog één keer trainen en dan gaan we ervoor. Vandaag is de dag. Oké, gisteren ben ik vergeten opnemen na mijn trainingsrit, maar er is van alles gebeurd. Ik had opnieuw een lekke band. Dus ik heb rap nog moeten zoeken naar een fietsenmaker die nog een extra band erop wil leggen. Ik heb die gevonden. Ik hoop dat dat oké is voor de wedstrijd. Het is nu 8 uur, klaar om te vertrekken. Binnen kleine 4 uur is het al zover. Ik heb het roadbook nog eens afgedrukt. Dus ik hoop dat ik tijd heb om dat nog eens na te lezen. En dan is startnummer zoeken. En dan opwarming. En dan ben ik er klaar voor. Afdouw startnummers. Zenuwachtig, John? Nee. Dat jij zenuwachtig, Dries? Beetje. Familienaam alsjeblieft. Paul. Dries? Nee, aantrekken. Ja, klopt. Geen vergunninghouder? Nee. Nog niet? Ik ga nog komen, hè. Ja, je moet het niet Na het afhalen van mijn startnummer ging ik opwarmen en het viel mij onmiddellijk op hoe scherp iedereen wel stond. Ik kon een stukje samen opwarmen met een bekend gezicht van de podcast, Timothy, die samen met ons ook al een stukje van de Flandrien Challenge mee heeft gedaan. Na onze opwarming was ik klaar om in mijn startvak te gaan staan. Hey guys, hey people, come on. Drink, get it too. Het is wel een truc, Rinke. Je moet gewoon om de 5 meter gaan staan en dan moet ik heel veel zeggen, maar mag ik eens even door. Is hier wel koppen lopen? Ja, ik zie toch nog mensen, Rinke, met niet geschoren benen. Ik ben blij. Ja. Ronde van Vlaanderen. 15 seconden. And there we go. Ze zijn vertrokken. En nu is het wachten. Over een uur zou Dries terug moeten passeren hier voor bevoorrading. Een gekke huis aan die start. En na een paar honderd meter moesten we een eerste bocht nemen waar slechts 2 à 3 renners konden passeren. Iedereen stond stil en aan te schuiven aan die bocht. Dit zorgde voor heel wat geklungel, uiteraard. Maar ik kon er wel nog om lachen. Daarna was de wedstrijd echt begonnen. Ik zat echt goed in mijn ritme en ik had op voorhand een paceplan gekregen van Forward Coaching. Maar al die zones en die wattage, die vergeet je gewoon die eerste ronde, want je bent zo hard bezig met aan te sluiten waar je maar kan. Goh, die eerste ronde, je kunt dat eigenlijk niet uitleggen hoe dat is, maar dat is gewoon pure waanzin. Dat is een uur lang in het rood gaan, in volle chaos en met alle risico's van die. Maar toch probeerde ik om zoveel mogelijk te sparen om niet de rest van mijn wedstrijd te hypothekeren. En dat lukte eigenlijk
heel goed. Ik had constant het gevoel dat ik controle had over mijn fiets, dat ik niet de onnodige risico's moest nemen. En ook al zag ik overal de bidonnen vliegen, de valpartijen gebeuren en de ruzies ontwikkelen, dan nog had ik altijd het gevoel dat ik uit die conflictzones bleef. Na een twintigtal kilometer begon ik het gevoel te krijgen dat iedereen op niveau geordend was in die wedstrijd. Die eerste adrenalinekick die was echt gepasseerd. En dan voordat je het weet, komt die eerste bevoorrading. Nee, ik ga er aan hangen met de rekker. Ah ja. Oeh, amai. Nee, dat kleine rekker. Kleintje, Willy. De redding. Wie zou het meest zenuwachtig zijn? Zowel of een drift? Die gaat echt niet goed komen, hè. Oké, okay, tof zijn. Oppassen. Piek! Achteraan! Oh, verdomme! Reizen. Moment, wacht. Ronde 1 dat verliep voor mij super snel. Meer dan 30 km per uur, meer dan 230 watt gemiddeld. Waanzinnige snelheden en cijfers voor mij. Ronde 2 bleef eigenlijk keigoed lopen. Die korte leus die ging razendsnel en dat is echt iets dat mij lag. De hellingen die waren niet te lang, zodat ze mij er niet te veel afreden. En ik kon altijd goed aansluiten bij die afdalingen en bij die vlakke stukken. Ik had dus echt een supergoed gevoel tijdens die tweede ronde. En er kwam ook nog eens bij dat ik een van mijn beste fietskameraden ook nog eens tegenkwam. Ben Elst, vriend van de podcast en van Gangmaker. En ja, dat u deugt om zo iemand tegen te komen tijdens die wedstrijd. Die tweede ronde die bleef eigenlijk goed lopen. En dan besef ik hoeveel ik verbeterd ben in slechts 7 weken training. Dat doet enorm deugd dat je merkt dat je het tempo van die eerste ronde eigenlijk kunt aanhouden. En ook al moest ik meer stukken op kop rijden en moest ik meer stukken alleen rijden, ook die tweede ronde ging eigenlijk razendsnel. Ik had opnieuw bijna een snelheid van gemiddeld 30 km per uur. Dus die conditie die zat echt super goed. En dan komt bevoorrading 2. 100 meter later trek ik die bidon open met mijn mond en ik trek eigenlijk ja, de deksel van die bidon kapot. Ik had nog maar een halve bidon over, één gelletje in mijn achterzak en de grote lus moest net beginnen. Ik had veel te weinig drinken en eten bij en ik begon dat ook te voelen na een tiental kilometer in die grote lus. Ik kwam dan nog eens bij dat het terrein mij echt wel minder lag. Kasseihellingen waar ik moest lossen en vervolgens van die valsplatte stukken vol in de wind waar ik, doordat ik gelost was, niet meer de aansluiting kon vinden bij groepjes. Ik kreeg voor de eerste keer echt een klop van de hamer tijdens deze wedstrijd. Nu, door alle heisa was ik compleet vergeten dat er in het midden van die grote ronde een bevoorrading is. Super. Ideaal. Ik kon mijn drinkbus terug aanvullen, ik kon shelletjes bijsteken, ik kwam keigoed uit, ik kwam er ook terug door. Net na die bevoorrading en die technische zone begon mijn ketting van de ene kant naar de andere kant te springen op een kasseiweg. Ik besliste om te stoppen, om even rustig te kijken van wat er aan de hand is. Ik keek mijn batterij na, die was in orde. Ik keek of er vuil zat tussen die ketting.
niks aan te zien. Ik stapte terug op die fiets. Mijn fiets die schakelt helemaal naar de zwaarste versnelling en schakelt niet meer. Ik kraakte dus geen enkele helling meer op. Ik moest overal afstappen waar het bergop ging. En na 5 kilometer besef ik dat deze wedstrijd voor mij afgelopen is. Ik ben niet gevallen, maar mijn versnellingssysteem is kapot. Dus alles bergop is een probleem. Ik krak daar gewoon niet meer op. Jojo. Heb ik mijn doel nu bereikt? Heb ik koers kunnen maken? Ik zal het natuurlijk nooit weten hoe mijn laatste 50 kilometer zouden geëindigd zijn. Maar dat ik goede benen had, daar was ik absoluut zeker van. Dit was een van de gekste, zotste en leukste fietservaringen die ik ooit heb beleefd. Een dag waarbij ik het maximale eruit heb gehaald en mezelf niks kan verwijten. Maar weet je wat zo'n dag echt uniek maakt? Het feit dat op uw eigen sportieve hoogdag dat je omringd en ondersteund wordt door familie en vrienden. Met al het nodige, zodat jij op die een dag echt top kunt presteren. Dit verhaal is nog niet ten einde. Ik heb geleerd dat ik in staat ben om koers te kunnen maken. En met een langere en betere voorbereiding gaan we dat 100% zeker lukken. Tot snel. En nu kan ik niet meer koersen, Billy. Dat is een goede vraag, hè? Ja, Renke. Wat moeten we nu doen?